Nou, in mezelf en dan kijk oh, je kut, mee kut, aan kut. Sander, wat ben je voor een flap? Mila, wat ben je voor een flap? Dat we dat zo laten binnenschoten. Oké. Het is de Among Us all over again. Dat Sander, dan moet je wel goed gooien, hè? Help ik je zo wat aan de sterren en dan gooi je niet eens. Nou ja, jij gaat hem nu ga je hem nog laten switchen zo nu. Als je vlak dat voor doet? Zanders is de... Ja, volgens mij wel. Nee, jammer. Nee, dat mag. Nee, dat mag. Daar ben ik mee oké. Okay. Kom even op uitroepteken, Mayra. Doe even. Nee, maar dit is gunstig, want nu staat... Oh, dat is nog beter. Ja. Blok. Dat is nog, dat is nog beter. Zo'n warm blok. Op zich is dat wel beter, want dan kan ze weer extra sterren krijgen. Dus. Ja. Sander staat er recht voor. Kan je gewoon met Sander swappen? Ja, maar dat is een random swap, dus ik kan het zelf met jou swap. Ja, maar ik sta eentje achter je. Dat is waar. Maar je hebt de kans om gewoon vlak voor de ster te komen. Ja, of ik kom helemaal aan de andere... Wacht, waar dingen? Ja, maar dat, oh, is toch dat is toch een kans die je moet nemen, zou ik zeggen. Het gaat er maar vanuit dat Milan zo meteen op zijn wisselpunt uitkomt, dus... Maar ik zou het niet ook doen. Ook dat. Fuck jullie. Ik zou het niet doen, hoor. Ik doe gewoon zo. Weet je hoe gevaarlijk het is? Prima. Nee joh! Ik durf het niet! Ik ben mijn sterren kwijt natuurlijk. Dus, als slim. Of Sander. Sander. En Sander was net wel heel onaardig, dus ik zou Sander wel... Dit is male shaming hier, oh. Alleen omdat ik over die toverstaf begon. Wauw, nee oké, ik weet genoeg. Ja, jij staat op tweede gast, ik sta derde. Je speelt, je speelt de eerste vijf turns speel je goed en dan krijg je deze onzin. Hé, hey, jij bent mijn concurrent. Oh ja. Met je zoveel coins. Ja, nee, oké. Ja, maar Milan, jij kunt die coin die ster gewoon weer terugstelen, hè? Ja, dat weet ik, maar nu kan ik jouw ster niet spelen. Wat doe je nou moeilijk? Nou, op een schaal van 1 tot 10, hoe moeilijk doe je? Heel moeilijk. Nog als dit die ene womp? Oh ja. Je hebt maar één coin, hè? Oh ja, kut. Oh, ja. Dat zie ik nu pas. Ik kan sowieso en dan kost iets van 3 of 4 of zo, weet ik niet meer. Ja, zoiets. Eén of heel veel. Eén of heel veel. Ja, als ik pech heb zo meteen. Met meer dan 129 coins. Ja, dit kan weer wat stelen. Ja, van wie gaat die stelen? Nou, van wie zou ik nou gaan stelen? Nou ja, Teun staat er helemaal klaar voor. Dat had ik niet verwacht. Tenminste. Oh man. Yo, ziek? Milan heeft een ster? Milan, het is je gegund. Die ster. Wauw, je ziet me af. Nee, ik meen het. Echt, dan gun je mensen een keer en dan gaan ze zo doen. We weten ik had toch wel die warblok moeten gebruiken en dan die luck hebben, maar... Wauw. Ja, want dan had je daarna ook nog een ster kunnen stelen. Ik had dat ja, als ik bij jouw gedaan. Plek kwam wel, ja. Maar als ik bij Dings een plek kwam, dan helemaal aan de overkant, dan was ik een beetje de lul. Ja, het is stil aan de overkant. Als je nou op een Sander's plek had gekomen, had je het allebei kunnen doen. Ja, precies. Dan wel, ja. Hey, Sander. Hey. Oh, ik moet... Nee, oké. Okay, oh, Cake Factory, wat is dat? Aardbeien op de taart bedoel je? Oh, die... Ja, combinatie. Oh! Oh, oké. Oh, zo. Pak je nog een aardbei? Oh, all time in, Sander. 1, 2. Aardbei? Oh. Jongens. Waarbij? Oh. Aardbei! Oké, okay, Sander, skiet op. Ja, deze man. Ja. Stel je? Waarbij aardbei? Ja, die was fun. Wow, hoezo is je dat? Wat is jouw timing? Ja, wat is jouw timing? Hem niet. Ik heb al 2 taarten, man. Wow, oh. Ja, ik snapte hem niet. Oh. Ja, die timing is echt kut. Kom op, Sander. Mag ik? Bij mij valt mee, hoor. Kom op. Ah, kut. Wat? Hij gaat sneller. Nee! Pak eens een taart. Yo, Jordi, als jij nou even opschiet. Ik kan niet in één keer goed. Ik
Ik deed één van de vijf goed. Ik moet heel even Justin terugbellen. Justin die belde mij. Nee, wat is dit? Nee. Oh, ik ben gewend aan 0,1 milliseconden. Oh, weet je wat ik echt cringe vind? 5 of zo. Ik vind het echt cringe van die mensen Jezus. Die dan streamen. En die dan telefoontjes gaan beantwoorden. Dat is echt heel cringe. Ben je echt een loser. Nou ja. Oh, hey Milan. Oh, jij ook hier. Hoi. Nee, niks hoor. Denk je dat ik jou niet kan horen? Jawel. Sander, je bent trouwens wel erg... Oh, wacht. Sander, je bent een hele lieve jongen. Weet ik. Dan was hij net een fucking star krijgt. Sander, krijg ik nou een bedankje van jou of niet? Hoe bedoel je? Ik heb je net naar deze plek gestuurd. Oh, Wacht even. Hier. Ah, leuk hè. Leuk hè, die stickers. Bedankt. Nee, Jorni. Bedankt. Gedaan. Ik vind nu wel zielig dat jij munt verliest. Ah, oh, ik krijg een munt erbij. Oh, dan vind ik het niet zielig. Oh, first space, gaan we weer. Sander, ik maakt niet uit, niet zo weinig coins. Oh. Sander maakt alleen maar een grapje over hoe cringe Nederlands taal is. En dan wordt salty genoemd. Dat klopt, ja. Saai voor 7. Ik had ook meer gehad, maar ja. Wat gebeurt er? Wat gebeurt daar? Sorry, ik was mijn mic aan verplaatsen. Oh. Ah, dat viel te horen. Ik dacht, dikke aardbeving. Oeps. Het klonk alsof, het klonk wel als een aardbeving. Oh, daar heb je... Oh, is het tanks en nog iets of zo? Hoe heet die game? Wat is Strafe? Ja. Oh, zo. Ik ben een schil. Oh, je hebt zoveel aantal levens of zo? Ja, je hebt nog 3 hits. Oh crap, oké, duidelijk. Kom op. Ja. Die kop ook van die aap. Ik vind het op zich ook geinig, dit is online, maar vooralsnog... Ik merk weinig difficulties dit keer. Auw, hoezo ben ik dood? Nou ja, Milan is ook dood, dus dan is het goed. Kan je ook zo schieten? Hoe doe je dat? Omhoog. Hm? Hoe doe je dat? Omhoog. Hoe doe je dat? Ik wil ook lopje. Lees jullie de uitleg niet? Nee. Ah. Nee? Ik doe gewoon wat goed voelt. Niet draai ik. Teamwork makes the dream work. Waar was dat teamwork in? Ja, dankjewel voor de coins, dat ik even nodig. Ja, maar ik heb ook 2 coins, hè. Oh, 2 coins? Ja, 2 coins. Wat een prestatie. Nou, dat je dat maar weet. Je dat maar door hebt, dat vind ik wel fijn. Op de kaart. Heel grappig. Op de kaart. Als je ergens weet, dan moet je niet te kijken. Meteen op de kaart. Op de kaart. Oh, ik heb alleen maar warp block, nou ja. En boom. Oh, hype. Ik weet niet waar ik kom. Oké. Warp, vang je. En warp block. Waarom is Milan zo stil? Heb ik hem beledigd? Milan aan de telefoon zegt hij letterlijk net. Dat was 3 uur geleden. Oké. Okay. Ja, hij zit gewoon 3 uur lang aan de telefoon. Ah. Niemand jouw beeld, Sander. Ja, weet je. Ja, dan ik word nooit gebeld, dus ik weet niet hoe lang mensen aan de telefoon zitten. Ik ga eerlijk met je zijn. Dat is wel zielig, hè? 5 up. Nee. Dat is heel zielig. Nee. Oh god. Milan. Ah, Milan. Moest dat? Kijk eens wie er is. Kijk eens met wie die belt. Hij belt wel met Justin, hè? Dus dan. Oeh. Nee, je hebt geen rondje gemaakt, je hebt geworpt. Verschil. Event space.
Oké. Ik ken iemand die aan die kant staat. Ja, ik ook. Ik heb alleen niet opgeluid, dus ik weet het niet, maar... Probeer hem, kom. Vuurtjes springen, oh, die is leuk. Wat? Nee, ik ben niet slecht in. Oh nee, dit is niet degene die ik bedoel. Oh, kut. Springen. Oké, okay, is dit Mario Odyssey? Daar zit ook touwtje springen in. Oh, Odyssey, ja klopt. Dat touwtje springen in inderdaad. Ja, kut. Vreselijk. Ja, ik heb die nog niet eens gedaan, maar ik heb hem al gezien op YouTube. Milan weer, hè? Die niet op plusje drukt. Altijd is helm. Grapje, Milan. Jij bent nooit, namelijk. Kijk, je moet gewoon timing, man. Zijn. En dan is het easy. Huh? Yo! Sorry. Het wordt geel? Oh, ik ben echt in één keer dood. Nee, oké. Okay. Heel kut. Ik kan echt niet... Hoe noem je dat? Wennen aan die timing difference. Aangezien ik een mechanische toetsport heb. Oh, dat is zo irritant. Zo. Holy damn. Dat ging wel heel snel. Dat had ik nooit kunnen, ja. Eyeballen. Ja. Ik weet niet hoe je dat zegt in het Nederlands, maar... verbeteren zou een Engels woord zijn. Ja. Dat is een grapje. Yo, ik sta eerst trouwens, hè? Oh my. Yo, Justin die belde me net. Ja, hij heeft toevallig ook vandaag gehoord dat hij een huis krijgt. Serieus? Ja. Oh. Meer dan wanneer trouwens dan? Nou, ik heb mijn sleutels vandaag gehad. Oftewel. Oh. Ja, maar wanneer? Lukt het met die dobbelsteen? Sander. Spelen is. Ik weet niet of ik een vrouw ben, maar leer van loop je brein vast? Nee, ik ben Rosalina, even vergeten. Ja. Nee, dat wist ik. Oh nee, het is kut. Nou, wie weet krijg je toch een ster voor vrienden, ik weet niet. Nee, grapje meer al, grapje. Dat zou wat zijn. Toch wel. Sorry. Oh, ik wou wel zeggen, Sander, anders had ik echt boos geworden als je nou weer voor mij had gekozen. Je hebt wel de meeste coins, dus in principe. Ja, maar Sander, zou ik sta het wel toch. Moeten... Wat ik ben toch niet zo'n connecten? Nou. Ja, oké, okay, nee. Stiekem wel. Oké, mesje maakt niet uit. Nee. Nee, maar. Ik deed dat voor de grap. Nee, oké. Okay. Ja, mooi grap. Nee, maar. Heb je Justin ook gefeliciteerd namens mij eigenlijk? Niet namens jou, met nee. Huis. Oh, feliciteer hem ook maar namens mij. Ja, dat is goed. Hij komt zo trouwens in de chat als het goed is. Dan kun je hem feliciteren. Oké. Okay. Dat is wel vet. Ja. Waag het niet. Hoeveel coins heb jij? Oh, shit. 1 miljoen. Doe weer 60. Dat is niet waar. Oh my god. Nice. Zit er vast. Hoe kom je nooit meer vandaan? Ja, jij hebt nog een barblok. Ja, maar ja, dan moet je wel geluk hebben dat je aan de andere kant komt. Als je daar moet wezen. Dat klopt. Of gewoon de hele tijd die roepteken op daarop komen. Een warp ik dacht ook nog een warblokje erbij, hè? Voor mij ja. Had ik er nog één. Nee, ik ben het gepaard. Ik moet zeggen, ze hebben het echt wel goed. Zit echt wel goed in elkaar, deze Mario Party. Ik was even bang dat het weer zo'n flop als Super Mario Party zou worden, maar gelukkig is dat niet. Ach, nee, precies. Ook wel mee. Alleen het probleem is gewoon dat je maar een paar maps daarvan hebt. Dat is waar niet echt leuk. Nee, en heel kort. Ah. En de buddy system was echt heel raar. Oh ja, die buddy, ja. Dat werd hem ook nog vaag of zo. Ik vond dat als we wel mogen terugbrengen de verschillende dices. Ja, zonder de buddy system, dat is wel leuk, dan, ja. Natuurlijk. Maar... Op zich. Hidden block? Nee. Maar was het niet je ook wel zo heel dat graag je... hidden block. Ja, tuurlijk. Ja, het is gewoon gratis. Maar was het niet ook zo dat... Je hebt zo'n blok waarbij je kunt kiezen, zeg maar. Zo goed als. Ja. En in Super Mario Party had je dan dat je... Hoe heet het? Voor start. Dat je dan ook nog plus 1 of 2 kreeg van die buddies. Ondanks dat je net gekozen hebt. Dat is zo kut, want als je op een gegeven moment veel buddies hebt, dan... Oh, je moest echt timen, dat wist ik niet. Oops. Yo, hoezo... Huh? Hoe werkt die bom? Ik denk dat ik deze niet snap.
Hoe werkt die bochten? Had ik al gevraagd hoe die bochten werken? Huh, waarom ging ze hier een shortcut? Of is ja, te snel doorheen rijden. Dat is de truc. Kut. Hij failed! Ja, ik ben hier slecht in. Ik ga ook met jullie zijn, broers. Ik stond eerste. Of nou ja, weet ik niet eigenlijk. Stond ik eerste? Ja, hij stond eerste. Ik moet nog één. Ik ben er klaar om te doen. James speelt zichzelf. Gefeliciteerd. Nice. Yo, ik snap niet hoe deze werkt, dus dat telt niet. Nee, ik vond het ook een hele rare minigame. Gewoon niet gas bij de bochten, geloof ik. Oh. Niet gas. Niet gas bij de bochten, denk ik. I don't know. Dat was precies wat je moest doen, ja. Ja, dat deed ik. Het ging goed. Daarom vraag ik ook, hoeveel Mario Parties hebben jullie gespeeld? Want ik heb geen Mario Parties. En toch ken ik alle partygames, dus... Ik heb alle ja, Mario ik heb echt 10 jaar geleden een keer gespeeld of zo. Alleen ik speel eigenlijk normaal alleen maar 4 tot en met 7. Ik heb 4 tot en met 7 en 8 gespeeld. Ik heb maar eentje van een hele oude met een super grote map. Maar ik weet niet welke dat is. Ik denk dat de Wii, denk ik, was dat. Oh nee, geen sterretje. Welke map? Heb je al spijt dat je zoveel coins hebt betaald? Nee. Betaal zo van een city map. Hey, hit een blok! Wow, een hit blok. Nee, een blok, jongens. Wel een Nederlands blijven gast. Ik kan geen Engels, denk deze game. Ik vind het zo dom dat je niet in-game kan aanpassen. Dat is het eerste wat ik had gekeken. Toen ik door had dat alles Nederlands werd. Maar dat kan helemaal niet. Je moet per se je systeem op Engels zetten. Dat vind ik bullshit. Ik doe nooit iets op Nederlands. Ja, deze shit is nog nooit in mijn hele leven iets op Nederlands gezet. Wat? Ik wel, mijn stembanden. Nee. Je stembanden, ja. Ja, dat wist je niet. Het was plakken als aan het pols. Huts. Nou, als ik echt kon kiezen, had ik wel. Had ik wel een andere taal gekozen. Smartass. Slowakijs. Ja, same. Nog een starpipe winnen, kan dat? Nee. Nog een starpipe winnen. Double dice. Oeh, die is ook nice. Double dice. Dat ruimt wel. Ja. Ja, Mario Party DS ook natuurlijk, maar. Ik weet niet of die telt voor deze mensen. Of hun dat vinden dan. Oh, die hebben helemaal gesproken, geloof ik, Mario DS. Mario ja, DS heb ik echt super veel gespeeld. Ja, dat... Mag dit nou weer? Alleen dat niet was normaal. Soms fixed, dat was wel kut. Het zit in de achter, dus je moet gewoon bewegen. Hè? Oh, moet ik jullie ja, nou naaien? Oh, ja, ik zie het ja. Al. Oh, dit is niet een coins minigame. Ja. Oké. Okay. Dit is niet relevant. Hey, Jordi. Jordi. Ja, dat heb je echt aan jezelf te danken. Nou, aan mezelf en dan kijk oh, je naar kut, kut. Sander, wat ben je voor een flap? Mila, wat ben je voor een flap? Nee, jij gaat opeens langs die. Die duwt mij weg en pak je niet die ding. Flap. Ik haat je. Nee, grapje. Nou, dat was onaardig. Ik sta nog, grapje. Rustig. Ja. Nee, ik weet weer genoeg. Sorry, ik wist niet dat je daar niet tegen kan. Oh, dan gaan we krijgen van dit. Wauw. Ik wist niet dat je zo zwak was dat je daar niet tegen kon, sorry. Nee, maar dan let ik daarop. Milan is zwak. Ik heb het in mijn aantekeningen gezet, dus had ik nog een Milan? Grapje maken. Ja. Yeah. Ja. Ook heel nou, wie gaat langs de bom? Oh, dat kost heel veel. Oké. Dat is pas zwak, dat je het dan niet doet. Yo, weet je wat zwak is? Jij. Yo, Bowser Jr. Nee. Ja, doe maar Bowser Jr. Dan raak je al je geld kwijt, kom op, doe dat. Ah, jammer weer. Wat mushroom, speciaal voor jullie. Oh, je zei de Bowser Jr. Oh, dan heb ik het verkeerd verstaan, sorry. Nee, geef niet. Tiri
Wat? Weer 10. Oeh, een tientje. Als er zoiets bestaat als een running star, dan krijg jij die, denk ik, Jordi. Ja. Geld uitgeven, running star. Geld uitgeven ook, ja. Ja, daar was je, ben je ook wel goed in. Kijk eens. Ja. 1, oké. Dat kan ook. Wauw. We worden gewoon mooi getal. Je krijgt waar je voor vraagt. Dat is wel netjes. Oh, gaan we weer met die troep. Yo, ik heb zo'n Bowser. Yo, je moet wel betalen. Waar moet dit dokken, Bowser? Ga eens heen. Beam. Niet goed, geen geld terug. Oh, wat is die Bowser toch ook een grap maken, hè, jongens. Om te gieren. Maar echt. Ja, ik zal bewaren, Milan. Ja, dat is beter. Waarom kun je niet lachen in deze game? Je kunt wel hoi en jippie, maar niet lachen. What the fuck? Ik niet genoeg. Wel ook huilen. Serieus. Oh. Heerlijk. Nee, meen je. Oh, wow. Ja, maar ik ben er ook nog net langs heen, dus dat is ook kut. Dat is heel goed, denk ik. Dit is zo jammer weer. Als het goed is, is dat heel goed. Ja. Munten keer 2. Please, laat het een munten minigame zijn. Pushy penguins. Oh, dat ja, ook die is van Mario Party 5. Blonzende penguins. Oh. Bewegen of niet? Ik weet niet of die kan. Ja. Oh, die ken ik niet. Die ken ik niet. Nee, je bent slecht in. Je bent slecht in. Al die pinguïnen. Nee, je moet allemaal tegen de penguins aanlopen. Gewoon tegen de penguins aanlopen. Ja. Oh, oké, okay, nee. Als jullie dat doen? Aanlopen. Ik heb het genoteerd. Als jij dat doet, dan doe ik zit vast! Yo. Ja, ik zei toch dat ik hier slecht in was? Oh, dat is een grote. Oh. Van die groeten? Van die huge ones? Waarom zit ik hier zo slecht? Ik ben veel te groot, ik pas er niet eens doorheen. Ben ik nou de enige die al dood is? Come on. Oh. Ja, dat kan niet. Nee. Ik ga nooit meer die aap spelen, hij is veel te groot. Hij pas nergens doorheen. Als het goed is heb je wel dezelfde hitbox, maar... Ja, ik weet niet. Het zou wel moeten. Yo, jij hebt dat toch gehaald? Dat is waar, ja. Maar... Heel ja, zeuren ook nog, hè. Dat is nog het ergst. Dat ze dan nog gaat zeuren ook. Ja, wow. Dat is echt niet normaal. Oh, nee. Oh, zo snel, wie staat laatste? Nou, Jordi, jij krijgt een bonus. Oh, Jordi, gun ik het wel. Ik heb van iedereen een stem. Ja, dat zou wel zijn. Dan gun ik het je niet meer, mogelijk. Ja, het is wel spannend. Het zou wel goed zijn om de spanning weer te brengen, dus in dat opzicht. Ja. Maar, doe maar niet dood, doe maar niet. Blub, 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 blub. Oh, nee. Ja. Hear that right, oké. Okay. Kijk die blub. Ja, maar jongens, blub, blub, blub. Boebel, oh nee. Die naam ook gewoon. Het geldt ook niet voor, dus. Een boebel. Hoezo? Je hebt toch iets van 48 coins, toch? Ja, maar voor een ster. Ja, moet je nog maar 2 coins, dan ga je toch wel halen. Oeh, oh, je hebt wel versus komt. Minigames, als je op hetzelfde vakje komt. Ja. Rosalina, kijk, dit is heel ziek. Heb ik nog die plus 5? Nee. Oh, die had ik in moeten zetten. Oh, die moet je inzetten, waarom ben ik zo dom? Ja, nou, ja, als ik daar het antwoord op had... Ja. Tja, ja, dat is wel een goeie. Ja, wedden. Oh, ik ben... Oh. Nice. Verdomme. Dit is toch naaiend? Nou ja, ja, daar okay, is de warblok voor. Het was ook wel een beetje dommigheid, maar ook een beetje naaiend. Ligt eraan als je het uitroepteken. Hoezo dom? Waar is die ster nu überhaupt? Dan ligt een beetje aan. Ster is rechts. Dat is achter me! Oh ja, kut. Gooi 1. Nee, je moet vooruit lopen, dus ja. Doe zo'n voorwerp. En dan was zo'n warp? Doe maar. Ja, warp. Doe maar warp. Help Sander nog. Doe maar warp. Doe maar warp. Doe nou warp. Doe nou warp. Doe nou warp.
Zal ik het doen? Maar als je nu met die Birdo... Als je nu met die Birdo, hè, dan sta je vlak voor de ster. Ja, maar als ik op je uit te tikken, dan ben ik alsnog de lul, dus fucka. Nou, dat zou ik niet doen. Ah, nee, dit is heel dom. Dit is heel dom, niet doen. Hoe hou ik je tegen? Ik heb ook gewoon net niet genoeg, hè. Net niet. Net niet, dat is wel echt... Je wil natuurlijk sowieso aan die kant staan. Want daar is ook boe. Oh, wat kut. Oh, aan weg te jagen. Lik. Oh, man. Yo, hoe dan? Ik had echt 4 streepjes. Dan zei ik al, maakt niet uit of je spamt. Nee, maakt niet uit. Nou, controle kapot, maar... Uitverteken. Nee, ja, niet eens. Oh, dat is ziek. Ja, dat is chill. Dat is mijn egeltje. Ja, maar dat en dat beurde ook weer uitverteken. Jongens, weet je nog dat ik zo net aan het zeuren was? Ik heb dat niet gedaan. Ja, dat was mijn paar seconden geleden. Nee, ik heb dat niet gedaan. Nee, dat heb ik niet gedaan. Hé, je komt een clipje ervan? Nee, Munty. Oh, als je dat hebt, dan haat ik je. Waarom wil je dat nou? Kijk eens wie voor de stem staat. Ja, waarom daarom. Waarom wil je een clipje van mij? What the fuck? Ja, dat weet ik ook niet. Kijk eens even wie heeft nu een ster. Ja, fucking Milan. Nee, dan nog een goldpipe, dus dat wordt ook wat. Ja, ik wil ook gewoon aan die andere kant, want dan kan ik sterren stelen. En dan kan ik die Milan naaien. Oh, je wil Milan naaien? Okay, reageer er niet op, Sander. Ik ga wel uit dit gesprek als je graag hem wil naaien. Ja. Oh, sorry hoor, jongens. Meteen wordt ook weer gehaat. Ik dacht dat in Nederland vrijheid hidden van blok. Mij niet eens doet. Sander, oh, hidden blok. Wel. We begrijpen het ook. Ik hoef niet bij te zijn. Gast, what the fuck. Ik vind het discrimination. Discrimination. Pizza. Pas op, hey, ik zeg pizza. Oeh, pizza. Ik ga Jesse Klaver bellen en dan maakt hij je kapot. Cracked it. Oh, okay. Snap ik. Je moet pizza eten. Oh, heerlijk. Het is heel ziek. Oké, we snappen het denk ik, hè? Nee. Ik snap het niet. Hoe werkt het? Kun je nog even uitleggen hoe dit werkt, Milan? Jij bent zo'n lastige jongen, ben jij. Nou, mensen noemen me niet vaak lastig, maar... Meestal noemen ze me namelijk Sander. Yo, ik wil die peppers. Lastige die Sander. Zijn het lekkerst. Ja, inderdaad, lastige Sander, ja. Ik wil die peppers, gast. Ik wil die peppers. Yo, hoe zijn hun zo snel? We moeten meer structureel gewerkt gaan. Fuck. Kom maar sneller, ik hou je in, man. Holy shit. Easy win, boys. Er is toch ook zo'n game in oude Mario Parties, dan moet je shit schoonmaken. Ja, dat was... Ja, die ken ik wel, met die board afwassen of zo. Nee, ja, die heb je ook nog. Maar wij hadden zo'n bus schoonmaken. Ja, die is echt kut. Want dat sloeg helemaal nergens op. Wij hadden echt... Was dat wij, Milan? Ja, wij waren met z'n tweeën tegen de twee computers. Ja. En wij hadden die bus gewoon ongeveer schoon en toen hadden we alsnog verloren. Wauw. We hadden echt één klein spotje, minuscuul pixeltje, hadden wij nog over. De rest had gewoon een hele klodder. Daar zijn beelden van. Dat vinden we wel leuk. Ja, oké. Haters, echt hoor, what the fuck. Hoezo als ik X doe, doet hij sorry? Oh, als hij I doet, doet hij gefeliciteerd? Sommige dingen zijn shortcuts. Nee, oversteken kan je niet, dus je blijft mooi bij Thailand. Yo, weet je wat jij niet kan? Met een warplock, je kan het gebruiken. Dat kan. Luigi time. Ik ben Luigi time, gast. En gaat die ook als een starpipe. We moeten gewoon geld sparen en dan wel sterren van Milan pikken. Yo, ik wil de sterren van Milan pikken. Maar ik zit voor ieders één. Dit krijg je gewoon omdat ik beter dan ze ben. Dat is gewoon niet leuk. Je hebt het gewoon leuk. Aan de verkeerde kant. Yo, Milan, je bent niet bij te houden. Bruh, hij doet zo'n cheaterino. Met zo'n
Dark pipe. Ja, dat is cheaten volgens mij. Dat is officieel cheating. Oké, dan gebruik jij die niet meer, ja? Jawel, ik gebruik hem wel, want als jij mag cheaten, mag ik ook cheaten, gast. Oh my god. Fuck. Maar het ligt daar, we snappen niet. Tijdelslag. What the fuck? Hoofdslag. Oh, dit is echt een kut minigame. Ja, dit kun je gewoon flink mee naar elkaar. Als je gewoon blijft spammen, dan win je. Volgens mij is die, als je met z'n drieën bent, niet te doen. Maar oké. Okay. Nee. Wat moeten wij doen? Alleen maar ontwijken? Of? Alleen maar springen. Wauw. Ja. Wauw. Wat is dit voor een minigame? What the fuck? Oh, ik denk dat ze nog even mijn favoriet te zetten, want deze is echt leuk, man. Deze... dit is wel lelijk, ja. Zo... Oh. Nee, deze vind ik leuk. Deze is rigged. Die vind ik leuk. Dat is een gedoe. Wel lelijk, ja. Wat een... Oh, gestegen? What the fuck? Drie turns. Helemaal goud, dat was die. Hallo! ik snap niet waarom mensen iedere keer op de kaart kijken. Je weet waar iedereen is. Op de kaart, nee. Op de kaart. Ja, ik wil gewoon op de kaart zingen, gast. Laat me. Moet je nodig ergens heen? Treuzel niet en kijk meteen. Kijk meteen. Op de kaart. 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 Op de kaart! Net genoeg. Misschien had ik één op de kaart te filmen. Dat boeit niet. Waarschijnlijk. Oeh, ik zou zo'n golden pie kopen, Sander. Golden bows? Die kunnen we ook wel. Zo'n item shuffle doen of zo? Yo, kun jij even je kop houden dan? Oh. Heel ziek. Dit had ik niet moeten doen. Beste naar mensen boven. Op de kaart. Hé, hey, ik trap alleen maar naar onder, hè, dus ik trap niet naar boven, ik trap alleen maar naar onder. Oh. Zo klein ben je. Echt een gast die heel klein is. Dus het klopt wel. Money's for Sander. Oh, dat is heel ziek. Ik hoef nog maar 2. Dat is chill. Oh, 10. Hé, Bowser. Oh, is dat die Bowser? Ik hoop dat je 21 coins verliest. Nee, trouwens, dat is niet waar, want je moet gewoon niet van mij steken. I like oh, the shiny 5 red coins, man. Dat heb je echt it's verdiend. Fine. Oh. 69 coins, ja, nu heb je gewonnen. Mm-hmm. Als je moet kijken, niet naar mij, dan denk je op de kaart. Op de kaart, op de kaart, op de kaart, op de kaart, op de kaart. We gingen door de bergen en door het moeras. Het lukte. Nou, ja. Tot hier nu? Of Milan's favoriet. Spuit nou dat glibberige monster. Oh, die. Oh. Dat is jouw favoriet. Of Hey Milan, je facecam zit voor de tekstbalk. Ja, maar tekst is toch niet interessant. Monies. Milan, lees je chat. Lul, ja, hij kwam echt in beeld toen je het zei. Yes. Dat was goed getimed dus. Oh, iedereen tegen mij. Ik ben nog nooit in mijn eentje geweest. Dat is Piranha Pursuit. Dat is ook een keer nieuw. Uh-oh. Dit is echt een kut minigame. Oh, wat? Oh, we moeten het beesten laten kijken. Oh, zo. Oké, en dan gaat hij sterker worden. Dan gaat hij steeds sneller. Ja. Dan kan het dan. Nou, dat weet ik nog niet, maar... Ik denk dat Justin... Ik bedoel, Jordi hier ook heel goed in is. Ik ben geen Justin, hè? Dat is een nee, je shirt niet veel, gast. Het shirt niet zoveel. Fuck. Ja, dat is een nieuwe Mario Party, hè? Dus dan moet er gezeurd worden. Yo, hij is huge! Hij is huge! Dat is heel big ziek. Boy! Ja, yeah, I do like big boys. Oh. Heb ik niet gezegd. Dat was she said. Jij bent wel een she. Of niet? Maar jij zei het. Ja, ik zei het. Wat is de grote? Kom op, Jochie, je kan het.
Wat een kut minigame. Ook deze is niet te winnen met z'n drieën volgens mij, of wel? Nee, volgens mij niet. Maar slow je wil niet weten hoe... down als wij het zo dubbeljump was, hoor. Ik heb geen idee, maar goed laat. Je wil niet weten hoe hard ik zit de A te spammen. Oh, no. Wat een bullshit. Oh, no, no, no. Mamma mia. Mamma mia. Pretty body. Mamma mia. Dat is van Abba. Mamma mia, mamma mia. Kut. Het is zo. Kan ik niks aan doen, gast. Emma haat hem meteen ook weer. Dit is weer niet meer. Zo'n gouden ding. Heb je je gouden pijp niet gebruikt? Ja, dat is de vraag. Moet jij voor betalen als je erop landt, ja of nee? Ja. Want dat deed Milan zo net ook. Ja. Daarom moest ik hem niet gebruiken. Dus, ja. Daarom moest ik hem niet gebruiken, ja. Precies. We gingen over de meer en door. Ja, het lukte. Ja, het lukte. Nee. Ik wil graag bij ons coins? Zitten. Hoezo coins? Hoezo geen ster? What the fuck? Wat? Hè? What the fuck, Jordi? Waar ben je mee bezig? Wacht even, nu is het 8. Ik snap echt niet hoeveel uit hiervan. Oh. Wat? Hoor je niet een ster te krijgen? Nou, hij heeft geen ster gedaan. Waarom? Ja, wat gebeurt er? Weer een hele blokkoe. Oeh. Oh, waarschijnlijk omdat hij toch al... Ik kan wel een ster krijgen. Ik wist het. En Munty maar haten. Kijk, als je nu die ster had gekozen, dan had je gewoon 2 sterren gehad. Dan stond je 2/3. Ja, en had je ook nog een item om nog alsnog een ster te stelen. We hebben die babi. Bibidi-babi. Ah, nee, oké. Okay. Ja, nee, dat precies dacht ik ook hoor. Dacht ik ook. Oeh, je gaat voor 2 of niet? Je mag kiezen nu. Je kan ja, zeg maar zo je. Naar de zijkant, dan kan je zo kiezen welke je... Ja. Oh ja. Waarom 10? Oh, dan kan ze ook stelen. Waarschijnlijk. Oeh, als ik niet te veel coins verlies van deze motherfucker. Ja, oeh, doe even zo 13 coins of zo. Hoogste kwaliteit. Josh. Nice. Wat een fucker. Wat een fucker. Waarom juich ik eigenlijk? Motherfucker. Oh, nee, ja, omdat jij wel. Ja, daar ga ik toch vanuit, ja. Motherfucker. Oh, ik hoop wel. Ik ga me er niet mee bemoeien. Ik zal niks zeggen. Slim, man. Doe je iets. Ja, wat moet ze doen als het geld van mij steelt of van Milan? Dat doet eigenlijk niet heel veel. Ja. Klopt. Hallo, hij loopt vast. Still for free. Broer, hij loopt vast. Als het echt allemaal goed nu gaat, dan ben ik zo blij. Dan hebben ze de game echt goed in elkaar gezet. Ja, 2 turns left. Nice. Ja. Nice. Heel ziek. Is alleen de vraag, en de rol spreekt de tournament, ja of nee? Oh, die had ik doe je nou weer doen. Zelf als net? Ja, alleen ik had hem op jou moeten gebruiken, denk me net. Ja. Oh. Dan kun je niet die ster stelen. Oh, wat dom. Nee, waarom ben ik zo dom? Gooide jij de vorige keer ook 2, Sander? Weet ik eigenlijk niet. Volgens mij is er niet gepriederd in die term. Volgens mij was dat alleen een... Nee, predetermined. Geen hele blok. Oh. Ga je geen ster jatten? Wacht, ja? Van mij? Ja, ik doe het gewoon dezelfde manier ook ik net ook had gespeeld. Oh, dus. Okay. Oh. Ja, dat is voor dat jou wel echt naaien, dat je nu geen... Nee, fouten. Min 12? Dat was er net ook niet zo. Nee. Nee, toen had je... Of had je toen? Nee, toen had je ook points. Ja. Oh, toch wel? Ja. Oh, hidden... Oh ja. Is het toch predetermined? Nou, de hidden block blijft wel, is wel sowieso standaard. Nee, maar het is toch ook ster nu. Mm-hmm. Dus. Maar ik ben geïnteresseerd, is de rol dan ook predetermined? Ja of nee? Dat is als het 4 is, dat kan toeval zijn, hè? Maar... Nou, doe ik wel gewoon zo. Wat had jij dan? Oh ja, toen liep hij vast, nevermind. Ja, dat ik dit wel kunnen boe gaan doen, en toen liep hij vast. Ja. Nou geen boom meer doen, gewoon doorlopen. Dat kan niet, gaat automatisch. Is dit ook 17? Als de bouten gaat ook automatisch. Is dit ook 17? Waarschijnlijk wel. Nee, oh, artefact, bla bla bla. Dit is iets anders. Dit is geen boom.
18. Oh, wat kut. Voor je. Oh, wat lelijk. Maar kunnen we ook nu nog de stickers zien? Ja, ik denk het wel. Ja, ik denk het ook wel. Ik denk dat we het opgeslagen dan. Ja. Die wat? Dat vind ik tenminste dat wel goed gedaan van hun. Ja. Ja. Dat zei ik ook meteen. Ze hebben de game niet verneukt. Dat vind ik heel ziek. Nee. Doe maar. Waarom van mij nou weer? Dat is toch logisch. Ik denk het ook. Omdat jij zo meteen, ja, omdat je zo meteen een ster kan kopen. Anders. Dat is toch slim. En van Mirjam stelen heeft niet zoveel nut, dat heeft toch fucking veel. Oh, wat? Ik deed veel slechter en nu was het maar 7. Oh. Oh, dan is het dus, zie je. Dan heeft het en maakt niks uit. Ja. Mm. Zoals ik al zei, het maakt niet uit. Je kan meshen wat je wil, maar... Bullshit. Ja, nee, het maakt niet uit. Oeh, ga je nu zo'n gouden pen winnen? Of weer zo'n keer 2? Ik had net een warp. Ik had net een warp, maar ik weet niet of je nu gaat. Oh, een gouden pijp zit erin. Zul je net zien. Huh, weer die warp, kut. Ik ben al blij dat het niet... Hetzelfde als net. Oh, ik ben wel echt blij dat we verder konden gaan met het Ja, ik ook, anders zou ik echt zuur zijn. Ik had echt niet verwacht. Eerlijk gezegd, Nintendo, ik wil niet haten, maar ik had het echt niet verwacht. Nee, precies. Yo, doe het warblok voor die warblok. Dat is wel ziek. Ja, dat is wel Het is nog maar 1 ronde, hè, dus... Ja, het heeft niet zoveel, maakt niet uit. Oh, dan moet ik... Oké. Okay. Ik eigenlijk die curveblok moeten doen, maar... Of moeten houden. Nou, voor goede coins voor de womp. Ja, tuurlijk. Ja, dit gaat... Dit gaat Milan sowieso winnen. Joh. Echt waar, wist ik nog niet. Dat zag ik niet aankomen. Hey? Ja, maar als we, allemaal eerlijk, als we allemaal eerlijk zijn, wisten we dat niet al voordat we begonnen. Ja, no joke. Snowball Summit. Dit is wel leuk volgens mij. Volgens mij moet je dan sneeuwballen naar elkaar gooien. Nee. Ja. Moet alleen even kijken hoe die ook weer werkt. Oh ja, dan moet je een sneeuwbal maken en dan... Bim! Waarom staat er... Oh, laat maar. Kijk knop. Got it. En dan is de vraag, van ga je voor groot? Of voor klein? Voor klein. Ligt er dus aan hoeveel impact je krijgt. Pop start. Oh, ik heb niks. Zullen we starten? Nee, niet mij. Nee, niet starten. We zijn ineens begonnen, jongens. Niet starten. Ik wil helemaal niet starten. Ik ook niet. Nee. Lastige jongens en meisjes. Nee. Ik ben het niet mee eens. Ah, daar gaan we een sneeuwbal. Auw. Oh, oeps. Wojo! Eén grote sneeuwbal. Dat was wel vet. Zo'n grote sneeuwbal, jongen. Gaan we nou alleen met mijn sneeuwbal? Oh, dat was geel. Nee. Kut. Dank je. Maar ik ben weer vierde. Doe niet. Oh. Yo jongens, schiet even op dit zaal. Je staat nou tegen die van mij. Ja. Ik ben enig die een grote mag. Nee, Milan maakt de grote. Nee. Laat me met rust. Iedereen leeft nog. Ik voel Sander wel goed. Wat Sander? Ik herhaal, iedereen leeft nog. Oh. En dan zegt hij weer niks, dan is hij weer boos. Final. Ja, laatste ronde. Let's go. Let's go. Ik ben het ook met je eens. Golden Boy. Dat heeft niet echt een zin volgens mij, maar oké. Jawel. Sander, what the fuck? Oh my god. Hij dacht dat er net als goed. Met de oude Mario Party nog coins in je item zit. Nee, kijk. Oh, je hebt niet genoeg. Wat? Hé, dat wist ik niet. Nee, maar wat had ik dan moeten doen? Het maakt niet uit. Ik had gewoon kunnen gooien, maar dat maakt toch niet uit. Oké, dan gaan we even een equalizer. En nu weet ik sowieso dat niemand die kan stelen. Hij is wel slim bezig.
Heb je dan niet spijt, Jordi, dat je hem in de vorige beurt ook niet hebt gedaan? Je had hem van mij moeten stelen. Nee, want dan zeg ik het ook. Ik weet niet wat predetermined is. Oh ja, dat is waar. Ja, ik heb wel een keer gehad de laatste spelen toen ik won. Ja, Milan gaat nog steeds winnen. Daar niet van. Ja, dat is waar. Zeg je wel. 98 coins. En zijn golden pipe erbij. We krijgen nog gewoon de bonussterren. En ja, die pufferfish heeft gezegd dat Jordi gaat winnen, dus... Ja, precies. We geloven in de pufferfish. Ja. Nou. Hij zei wel... Er is maar één ding belangrijk, dat Sander niet wint. Verder is het allemaal verder goed. Kom op, Sander left the call. Sander left the call. Wil je leuk doen, doe je gewoon een warplok. Je hebt ze toch. Ja, dat wou ik net toch. Dat wou ik net doen. Ik dacht van, warpie. Kijk, Milan haal je er toch niet mee. Nee, dat is waar. Nou, je kan hem nu wel halen. Dit was wel echt een top. Als ik wel goed gooi. Nee, dat is te weinig. 8, 4. Geluksvakje, dat is een verschil. Coins bijpakken. Nou, die kunnen best belangrijk worden straks. Ja, ik kan net zeggen. Nou, dat is zeker waar. Wat je wil. Jij maakt het verschil. Pokémon. Gotta catch them all. 10e seizoen is dat toch? Ja, maar die ik zong, ja, volgens mij wel. Ja, kom op erin. Nou, dan staan Milan op nee moeten drukken, Milan. Oh, Milan is ook zo dom, hè. Hij weet niet niks met luck te maken, je... Wat? Ik zei dat je dom was. Ja, weet ik, maar Mayra gebruikte de lucky use tegen. Ik kan zeggen wat je wil, maar wordt toch nog soms spannend als het drie leuks vogel. Zeker. Leuks vogel. Leuks vogel, wat die is. Ja, daar heb ik dus niks aan, want het is de laatste. Oh, die Bowser sticker, die heb ik niet. Die van wow. Nee, die kan je dus kopen. De Bowser sticker. Die is leuk. Maar natuurlijk, we beginnen ermee en weinig weer op. Wauw, quicksand. Ah nee, toch niet. Tukken war. Oh, deze is echt kut. Dit was echt vingerverwoestend. Ja, deze is super kut. Alleen zit nu in een Bowser kostuumpje. Ja. Sander. Gebruik. Ja. Sander. Wacht even. Gebruik het spelen niet je handpalm of andere plekken waar huidgevoelen. Waarom niet? Omdat, denk je. Omdat het touwtje trekken is. Bij de oude Mario Party zat deze game ook. En toen... waarom? What the fuck? Als jullie niks doen, prima. Maar dan weet ja, ik deed rotaten, maar er gebeurde niks. Ja, ik deed ook rotating. Rotating the match. Maar wat was er? Waarom? Bij de hele oude Mario Party waar deze game in zat... hebben mensen gewoon hun vingers allemaal opengehaald. Omdat er allemaal van die ribbeltjes op die controllers zaten. Oh, wauw. Oh. Nog nooit gehad met een game. Puntenbonus. Hé, hey, dat ben ik. Ik weet niet, gaan ze ook eens van dingen die je besteedt, of niet? Milan, niet spoilen. Oh, Milan. Mijn Switch loopt achter. Nee hoor, ik wist dat ik het was. Ik zei het al voordat ik hem kreeg. Oh, zo'n vakje. Niet spoilen. Oh, deze is sowieso voor Mayra. Die is voor mij. Ik ben 2 keer opgekomen, gast. Oh. Zij toch? Wauw, dat jullie zo willen winnen. Ja, als ik mag winnen, wil ik gewoon winnen. Minigame Star? Oh, er zijn maar 2 bonussterren? Huh? Oh, ik sta tweede. Dikke, ik sta tweede, heel ziek. Dat is mooi. Nice. Dank u. Ik denk van de. Het is al veel te laat voor mij, eerlijk gezegd.